Een BH die borstkanker opspoort en daarmee een aantrekkelijker alternatief biedt voor de pijnlijke methode die nu nog nodig is. Dat is een van de mogelijke onderwerpen die Lotte Lutjes kon onderzoeken toen ze aan haar master aan de Universiteit Twente begon. Ze koos ervoor om ermee aan de slag te gaan, niet wetend dat kort daarna het thema borstkanker nog veel dichterbij zou komen in haar eigen leven. Lotte, welkom. Ja. Um, ja, inmiddels heb je jouw master afgerond hè, aan de UT. Je hebt aan de uh, uh, Saxion gestudeerd, maar je master min of meer aan de UT gevolgd. Ja, ja afstudeeropdracht aan de UT. Uh, ja, precies. Ja. Um, uh, uh, dus er is zelfs al een en ander aan werkend product. Daar komen we zo op, laten we zo zien. Um, maar misschien, uh, goed, uh, een jaar geleden begon je eigenlijk. Moest je gaan kiezen van, uh, wat, ga ik, uh, wat ga ik onderzoeken? Ja. Um, hoe, hoe kwam je er zo bij, bij dit object? Uh, nou ja, ik heb heel erg interesse in smart textiles, dat is eigenlijk de combinatie van technie techniek en te textiel. Mm -hmm. um, ja, dat is natuurlijk een heel specifiek onderwerp, dus er zijn niet heel veel bedrijven die daar iets in doen. Dus toen ben ik naar de UT gegaan, naar het Software robotics Lab, waar ze daar al dingen mee products lab zei je? Software robotics Lab, dus Software Software eigenlijk zachte products. robots. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, dus ik heb daar bericht van, hey, hebben jullie toevallig een project waar ik mee bezig kan? Uh, toen kwam ik, kreeg ik eigenlijk een lijst met verschillende opdrachten. En die sprong eigenlijk voor mij meteen uit. Uh, dus ja, die heb ik toen vrij snel uitgekozen. En, uh, ja. Ja. Waarom sprong die eruit? Ja. Uh, nou ja, het is gewoon een heel belangrijk onderwerp. En ik, je hoort ook heel vaak over hoe vervelend mammografie is. En ja, zeker ook hoe uh, belangrijk vroeg opsporen is. Dus daar wilde ik graag een bijdrage. Ma mammografie uh, noem je dat? De, ja. Dat is de, de, de röntgenfoto van een borst. Ja. Toch? Min ja. of meer. Want dat ja. is, dat is heel, wat, wat is daar dan ingewikkeld aan? Ja, ik heb nog nooit gelukkig uh, een mammografie nee, hoeven laten, mammografie mammografie laten mammografie maken. In welke leeftijd je daarvoor uitgenodigd? Eigenlijk elke twee jaar. Um, er wordt aangeraden, maar het is niet verplicht, natuurlijk. Ja. Um, maar eigenlijk wordt ja, je borsten worden eigenlijk tot een soort tosti ijzer nat uh, geplet. Twee van die platen en dan ja, het is die ah, platen. Het is dat gewoon is gewoon niet prettig. Dat is gewoon absoluut niet prettig. En zeker ja. voor jongere vrouwen en vrouwen met kleinere borsten is dat echt enorm pijnlijk. Uh, dus als daar een alternatief voor zou kunnen zijn, dan is dat natuurlijk heel mooi. Ja, en uh, nou ja, die, dat alternatief kan deze BH mogelijk uh, ja. uh, bieden. Um, nou, maak jij nou ja, zeg maar, een jaar geleden, vlak voor de zomervakantie, de keuze van: ik ga dit onderzoeken. Een BH die borstkanker kan opsporen. Kan ik dat maken? Kan ik, ik wil daar iets mee doen. Um, en dan, vlak na de zomervakantie, krijg je zelf een bericht. Of nou, in ieder geval, ja. krijg je een bericht. Ja, zeg maar, ik had eigenlijk het onderwerp uitgekozen, gewoon uit pure interesse. En toen bleek het dat mijn moeder eigenlijk zelf ook borstkanker had. Dus ja, toen kwam het opeens heel een stuk dichterbij. Ja. Dus ja, daar werd het we wel een stuk moeilijker van, maar ook. Het was ook een stukje meer motivatie om het echt. moeilijker, ja, precies. Moeilijker in de zin omdat het dan zo. Inderdaad, omdat het al ja, moe zeg maar, moet. Ja, je moet natuurlijk ook een heel stuk vooronderzoek doen over. wat borstkanker is en hoe het op dit moment werkt en de behandeling en dat soort dingen. Dus ja, dat komt dan natuurlijk wel een stukje dichterbij. Ja. Ja, maar, maar je gaf aan ook een extra motivatie. Ja, ja ook dat zeker. Dat dus je natuurlijk ook eersthand meemaakt zeg maar, hoe vervelend het is en hoe belangrijk het is dat je het op tijd kan uh, ja. vinden. Maar er moet echt wat aan gebeuren, dat, ja. dat, dat gevoel. Ja, ik kan ook iets bij voorstellen. Hoe gaat het met je moeder nu? Ja, goed. Ze is nu weer clean, Dus dat is, uh, oh. dat is heel fijn. Ja, dat is wel heel prettig. Ja, ja en, en um, een, een jaar verder is inmiddels ook. Uh, er is er iets. Hè? Het is nog lang niet wat het misschien zou moeten zijn. Maar er is wel iets. En, en je kunt dat ook uh, zo meteen, nou ja, met wat plaatjes kun je laten zien wat ja. er is. Hoe um, heeft het een naam eigenlijk? De, het object, vroeger uh, af. Het object heet nu Essence. 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 En Sense, een beetje in elkaar. Mm -hmm. Ja, ja. Uh, maar ja, het is nog echt. Het beginstadium. Dus het gaat echt nog een paar jaar duren voordat er echt een product uitkomt. En als jij zegt e-sense, denk ik niet meteen aan nou ja, iets met borstkanker of iets met borsten, ja. überhaupt. Dan denk ik, kan maar e kan maar nou ja, een beetje elektronica en, en, en de, 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 de zintuigelijke waarneming van Matast of zo. Um, is, 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 is het een breder begrip dan, uh, dan alleen ja. daar waar, waar jij ja, voor. Zich, je hoeft het natuurlijk niet per se alleen voor borstkanker te gebruiken. Het kan ook voor andere kankers waarbij uh, zeg maar echt de, de hardheid van de weefsel een grote rol speelt. Dus voor nu focussen we dan op de BH, maar uh, het idee is ook dat als het echt werkt, dat het ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Ja, dat, dat is goed voordat we naar uh, het product, als we al plaatjes van het product gaan kijken. Uh, om even uit te leggen, hè, als je borstkanker hebt, wat gebeurt er dan precies in een borst? Uh, nou ja, het weefsel verandert natuurlijk. Ja. En een groot kenmerk van uh, kankerweefsel is eigenlijk dat het een stuk harder is, dat er meer collageen in zit. Mm -hmm. Dus dat is uh, voelbaar ook. Vaak. Ja. Niet altijd, maar vaak wel. Ja, het zijn de, de befaamde knobbeltjes in de borst, zeg maar. Ja, ja, en dat dat is dus het is veel die, harder, uh... het is warmer, het heeft ook andere waterniveau, uh, zeg maar. Dus dat kan je allemaal gebruiken om het uh, op te sporen. En, en nu, uh, nou ja, ik, ik herinner me nog wel dat volgens mij zelfs reclames op tv zijn die zeggen van, hè, uh, voel dat, ook bij, bij mannen natuurlijk, teelbalkanker, dat soort dingen, maar f, uh, voel aan je borst of je iets hards voelt. En eigenlijk deze BH um, neemt eigenlijk die functie over omdat hij het gewoon beter kan. Ja, die, die meet ook echt, zeg maar. Je kan wel zeggen: ja, ik, ik voel iets, maar is het dan echt zo? Want het kan natuurlijk ook dat je het. Zoveel stress over hebt dat je denkt dat je iets voelt dat het niet zo is. Ja, opgezet cliëntje ja. of. Het ja, kan... dus dit wordt eigenlijk dan een beetje gestandardiseerd van: oké, okay, er is hier echt iets, want we zien inderdaad in de grafiek of in het plaatje zien we dat er hier iets zou kunnen zitten. Laten we even gaan, gaan kijken. We hebben een aantal plaatjes op, op een rij. Um, uh, nou, dit is dan de, die, uh, als we hem ervoor kunnen krijgen, de BH zonder. Uh, nou ja, even zoals die er van de buitenkant laat ik zeggen, uitziet. Ja. Maar binnenin zitten uh, sensoren. Ja. En die zien we op de volgende ja dus je hebt eigenlijk een paar spiraalvormige sensoren en dat is een heel specifiek ontwerp mm -hmm. en dat hebben we vooral gedaan zodat um, er zijn een paar andere ontwikkelingen geweest op dit gebied die ook zoiets doen maar die hebben eigenlijk allemaal uh, gebruiken die heel veel kleine sensoren van die, van die kleine plakjes of die ja allemaal, allemaal heel veel kleine plakjes ja. kan of druk zijn of en dit is een spiraalvorm bewust ontworpen ja en dat is ten eerste omdat het heel makkelijk van textiel te maken is door te snijden of te printen maar het is ook omdat het zo groot is kan je eigenlijk op één punt met één sensor uh, kan je eigenlijk alle punten meten. Dus daardoor wordt de productie een stuk makkelijker en wordt het hele systeem ook een stuk stabieler. Ja. Nou ja, en, en deze, je moet je dus voorstellen, dit, deze BH heb je dan aan en dan zit daar een borst onder en die, die, uh, die drukt tegen die BH aan vanuit die ja. kant. En aan de andere kant kun je natuurlijk op die BH drukken. Ja. En, en, en die, die sensoren die meten eigenlijk van hoe hoog is nou die druk. En die, die, die ja. druk wordt hoger op het moment dat daar... Dat er een hard stukje tumor eigenlijk bijvoorbeeld ja, dus het zit. Een stuk waar dan uh, ander weefsel zou zitten of in het harder weefsel. Dan heb je meer weerstand. En dan zou je dus in de grafiek of in het plaatje wat er dan wordt gemaakt, uh, zou je dan een piek zien. We hebben een, een klein videootje gewoon om te, te laten zien. Uh, beschrijf eens, hoe, wat zien we hier? Uh, nee, nou, zie je ziet dus dat er handmatig wordt gedrukt op de sensoren. Dan zie je ook een beetje het spiraaltje zeg maar erin. Um, en dan zie je dus als er op wordt gedrukt dat er een piek is. Um, dit was dan op een siliconen uh, vierkantje zeg maar met ook een paar stukjes wat harder. Mm -hmm. Dat moet dan zeg maar de tumor voorstellen. Um, ja, en dan kan je dus als je dit met consistente druk doet, kan je dus zien van ook als hier een significant hogere piek is, dan zou daar uh, verschillend weefsel kunnen zitten en dan moet daar dus verder naar gekeken worden. Ja, Waarin verschilt dit met um, zeg maar als je gewoon manueel um, voelt naar knobbeltjes in, je voelt een knobbeltje in je borst? Um, is, is, is dit iets anders of is dit eigenlijk doet deze BH precies dat? Die... Ja, eigenlijk doet hij precies dat. Alleen is het nu kan je ook echt zien van dat er ook echt iets zou zitten. Ja, en het en is ook, je... natuurlijk dat zou ook uh, bijvoorbeeld knobbeltjes die je misschien niet voelt, maar wel die er wel zijn, zulke kleine veranderingen indruk. Die kan je daar dan makkelijker. Hij is sensitiever dan ja. je vingertoppen, zeg maar ja. even. Ja. Oké, okay. nou ja, en, en uh, um, je, je vingers, want dat, ik heb nog één plaatje, Kun je even laten zien van hoe zit dat nou met die grafiek, hè? van waar kun je dan uh, zien wanneer er mogelijk een tumor zou zitten. Hè? De, hier zien we eigenlijk, uh, nou ja, aan, aan de rechterkant zien we een soort van uitschieter. Ja. Um, en als de, de druk van de vinger natuurlijk de hele tijd hetzelfde is, ja. uh, maar de tegendruk vanuit de borst is in één keer meer, en dan schiet die grafiek uit, dat is wat we zien. Ja, dat klopt. En dan kun je een soort van in kaart brengen. Uiteindelijk hebben we het laatste plaatje van, het, uh, van de BH. Kun je eigenlijk in kaart krijgen van... Uh, hoe, uh, als we die ervoor kunnen krijgen, jongens... Dan, uh, hoe ziet dan nou, uh, de drukplekken op de BH... in dit geval, wat zien we hier? Ja, dit was zeg maar de test setup eigenlijk. Uh, dus punt A en B zijn dan de stukjes in de siliconen... die wat harder zijn, dus de zogenaamde tumoren dan. Mm -hmm. En C is een controlepunt. Ze hebben gecontroleerd van... als we dezelfde druk uitoefenen op punt A en B... zien we dan ook echt pieken en gebeurt datzelfde voor C... En zagen dat volgens mij was uh, punt A had een piek in 80% van de gevallen en punt C had het maar in 20 of 15. Dus dan zie je wel dat het echt, ook echt uh, de tumoren kan detecteren. En het moet ook nog veel specifieker worden. Nou ja, goed. En het verschil zit hem natuurlijk, want het, het lijkt op hetzelfde proces als met je vinger. Alleen met je vinger druk je natuurlijk niet, uh, druk, druk je nooit even hard op een bepaalde plek. En die BH moet ja. dat straks wel kunnen, een evenredige. En dan krijg je een veel duidelijker beeld van de, ja, van de werkelijkheid, dat was ook, natuurlijk. Dus ook echt het echt plan om nog een testset op te maken. waarbij we inderdaad gewoon echt constante druk uit kunnen oefenen. Ja. En is, is, is dit nou, is dit, is deze, dit ontwerp, of is het niet zover? Ik ben even benieuwd. Is, is dit bedoeld, zeg maar, is dit consumentengebruik? Of is het bedoeld op het moment dat er een vermoeden is van, dan loop je een tijdje met deze BH en dan wordt dat vermoedigd al dan niet bevestigd? Een beetje zoals een hartritme machine die je ja. even een tijdje op. Is, is dat het idee? Het is zeg maar een soort alternatief voor monografie. zeker voor de mensen ja. voor wie dat niet geschikt is of wie dat echt heel eng is. Uh, dus is niet dat je dit, deze BH zeg maar, een paar dagen of een paar uur draagt. Dus het is gewoon: je gaat naar de huisarts of iemand komt naar je toe en de, die laat je de BH dragen. Dan wordt de test uitgevoerd en dan doe je hem eruit. En hoe dus... lang draag je hem dan? Een paar uur? Of ik, uh, gewoon nee, even... ik denk, ja, dat is natuurlijk nog moet nog ontwikkeld worden. Maar... maar je zit denk ik op maximaal een kwartier. Ja, ja oké. Okay. Dus echt, het is echt een onderzoeksinstrument. Ja. Niet, niet per se bedoeld om te dragen als het ja. nou ja, dagelijks kledingstuk. Even voor de helderheid. Ja, maar je, je wil hem ook in, eventueel, nou ja, hè, als het zover is, eventueel als trainingsding uh, inzetten, toch? Ja, want je kan het eigenlijk op twee manieren gebruiken. Want je kan natuurlijk. Um, wat je, je hebt Vanaf de buitenkant heb je sowieso druk nodig om de meting uit te voeren. Dat kan je of doen door uh, een soort oplaadsysteem op te zetten, waardoor zeg maar, bepaalde gebieden met luchtzakjes wordt uh, dan druk op uitgeoefend. Die vervangt de vinger. Ja, dus dan heb je consistente druk. Dus mm -hmm. dat is dan voor de test, echt, voor het onderzoek is dat optimaal. Uh, maar je kan het natuurlijk ook als uh, soort training gebruiken om wel de hand, uh, zeg maar, de manuele onderzoeken uit te voeren. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen van, uh, zeg maar, zo voelt het om zoveel druk uit te oefenen, want het is gewoon onderzoek naar uh, hoeveel druk optimaal is om tumor op te sporen. Ja, ja. Dus dan kan je of vrouwen zelf of huisartsen... kan je dan trainen door uh, hun pluk te gebruiken. Ja, daarmee natuurlijk gewoon hoe hard ik erop ja. druk. En dat dan geeft hij dan terug te van ja. dit is goed... en dit is te hard en dit is te zacht. Ja, dus dan zou je dat consistenter yes. en beter kunnen maken hier. Um, mooi, ja, uh, veelbelovend. Je bent al klaar met je, met, ja. met je afstuderen... maar ga je hiermee verder met dit ding? Of hoe, hoe, hoe? Uh, nou, voor nu gaat UT ermee verder. Dus je ja. gaat ook echt kijken naar het nog uh, specifieker maken... van de sensoren en stabieler maken... Dat, dat moet echt voor electrical engineers en dat we dingen die moeten daarmee bezig. Ja. Uh, maar ja, daarna gaan we zien. Uh, Oké, okay, maar dat is ja. wel een beetje jouw kindje. Blijf jij nog betrokken of um, gaat de UT er nu mee aan de haal? Uh, ik heb, nou, ik heb nog wel contact ook met mijn begeleider. Dus. Uh, ja, dat snap <laughs> ik. Maar dat is eigenlijk niet helemaal de kern van mijn vraag. Ja, dat was ook, uh, ja, het was ook deels zijn idee. Dus we hebben gewoon, ja, het is gewoon een samenproject en dan ja. kijken. Hoe ja, het, jij hebt het gewoon als studieproject meegenomen en uit, ja, eigenlijk kan de UT die gaat daar nu mee verder. Gaat het? En het idee is wel dat ze het, dat het echt zich gaat ontwikkelen tussen een. Een nou ja, onderzoeksinstrument tot een product dat gebruikt kan gaan worden. Ja, en ook we richten ook zeg maar, een beetje de focus op het makkelijke produceren. Want ook de dingen met allemaal kleine sensoren, het is allemaal heel ingewikkeld systeem en heel fragiel. Het idee is eigenlijk dat dit ook wat uh, makkelijker te maken is. En dus ook goedkoper en dat het dan dus sneller geïmplementeerd kan worden. Ja. En, en wanneer, heb je daar enig beeld bij wanneer er zou zoiets op de markt kunnen zijn? Gebruikt kunnen worden. Ja, dat weet ik niet precies. Ik denk nee. dat je dan toch wel op minstens vijf, tien jaar zit. Ja, dat duurt nogal even. Ja. ja, nou ja, goed. Ik kan me voorstellen dat iedereen die wel eens een mammografie heeft moeten maken, dat die denkt. Liever uh, gisteren dan vandaag, zeg maar. Ja. Um, ik wil nog een heel klein uh, zijstapje eigenlijk maken. Want hey, je hebt het over smart textiles. Um, de, uh, dat is dit. Uh, uh, eigenlijk mode. Uh, dus textiel en uh, slimme apparaten. Technologie worden met elkaar vermengd. Ja. In jouw um, uh, afstudeeropdracht in je bachelor... heb je daar in samenwerking met Helen van Rees... Een bekende hengeloze um, fashionontwerper... Uh, die ook veel met smart textiles doet. Hoe was dat? Ja, dat klopt. Ja, dat is eigenlijk weer de hele andere kant van het smart textiel. dit was natuurlijk, ja, mijn bij de master was heel technisch en medisch. Uh, en dat van mijn bachelor was eigenlijk veel meer de kunstkant uh, van dat gebied. Ja. Uh, dus daar heb ik eigenlijk, ook tijdens corona heb ik dat moeten doen. En we hebben er een foto van van het project wat je toen gemaakt hebt. Misschien kun je ja. dat eens vertellen van wat, wat heb je dan precies uh, gemaakt? Ja, het was zeg maar voor het textielfestival Twente. En dan was het idee dat er een soort kunstroute door heel Twente zou komen. Met uh, allemaal textielprojecten. En Mijn idee was dan om ook wel Smart textiles te gebruiken, want dat vind ik gewoon heel leuk. Ik heb gewoon een aparte combinatie weg tussen dingen die niet bij elkaar lijken te passen, maar uiteindelijk wel heel goed werkt. Um, dus dan heb ik een soort grote hand gemaakt van stof van katoen. En daarin zitten allemaal lichtjes. En daar horen dan drie textielschilderijen bij, die dan eigenlijk door het bos, door het gebied waar die hand hangt, uh, hangen. En dan is dus als de schilderijen worden aangeraakt, dan uh, gaat een deel van de hand uh, wordt dan verlicht. En dan kan je dus samen met andere mensen een beetje elkaar verbinden. Zonder dicht bij elkaar te komen. Dat is corona natuurlijk. Ja, 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 ja. hier zien we het dat iemand op dat, ja. uh, op dat ding drukt. Wat grappig. Dus de, ja, dit is inderdaad een heel ander, uh, heel ander verhaal. Dan, uh, dan wat je net. Het is echt uh, meer, ja. meer, 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 de, meer de kunstkant. En, en dit, dit heb je dan, zeg maar, nou ja, samen met, uh, met Helen een soort van in, 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 in samenspraak ontworpen. Ja, het was een beetje mijn begeleider en adviseur, zeg maar, daarin Leuk. Wat is leuker? De medisch technische kant of de kunstkant? Ja, ik weet niet, ik vind het allebei wel leuk. Ik vind het gewoon vooral het ontwikkelen van ja, gewoon eigenlijk objecten of dingen. Maar het, is, die... het is een mooi object, ja. die hand. Dat is, het gaat niet alleen over nou ja, de toepasbaarheid en dat het werkt, maar de vormgeving is hier is echt duidelijk aandacht aan besteed. Ja, nee, dat klopt. Dat vind ik zelf ook heel leuk. Ja, ik vind dat het ook blijft... altijd moeilijk een beetje om, zeker nu ik op zoek naar een werk, om te vinden van wat is de leuke balans tussen zeg maar, ontwerp en design en kunst. En Echt een technische, want ik vind onderzoeken ook heel leuk. Ja. Wat, ja. Wat, uh, maar wat, wat trekt jou überhaupt hè? Je bent ooit dan uh, fashion design en textile technologies. Heet het zo ja, Fashion met technologies. uit? Uh, ja. Nou ja, ja, gaan studeren. Van uh, wat, wat, wat is dat voor jou die combinatie van die twee? Uh, ja, zeg maar het begon eigenlijk. Ik heb dan ook in Amsterdam wel gekeken. Daar heb je fashion design vooral mm -hmm. en ik had het kunnen doen, maar ik miste daar eigenlijk een beetje echt het onderzoekende, zeg maar. Van, ik wil wel iets maken, maar ik vind ook dat het iets moet bijdragen ergens aan. Of dat ik echt het gevoel heb van ik, ik ontwikkel iets echt waar we iets aan hebben nu. En dat vond ik heel leuk dat dat bij, bij Saxon hier wel was. Dus toen wist ik eigenlijk vrij snel dat ik dat uh, wilde doen. Geef ons eens een kleding. We hebben nog. Ja, we hebben eigenlijk bijna geen tijd meer. Maar ik vind het gewoon leuk. Want jij zit diep in die wereld. We zijn natuurlijk een textielregio. Um, nou. wat, wat zijn nou dingen. Wat jij ja, een, een BH die borstkanker kan opsporen? Van jouw burgerleider Helen heb ik wel eens een hesje gezien voor kinderen die uh, astma hebben. Die kan trainen om hoe ze moeten ademhalen. Wat zijn nog meer van die, van die toepassingen. die we misschien wel. nog helemaal niet op ons netvlies hebben. maar die er wel zijn? Uh, ja, ik heb laatst ook op een beurs. zag ik iets over. zeg maar kleding die ze gewoon. Qua maat kan aanpassen door uh, gewoon met een feun erop, zeg maar. Dus het, het een soort krumfolie, maar dan. Ja, maar dan, <laughs> een dat dan dat dat is dan. Zeg maar, je het op commando van vorm of van maat kan laten veranderen. Ja. Uh, ja, je kan eigenlijk van alles meten. En ik vind het heel leuk dat textiel is natuurlijk voor iedereen. Iedereen gebruikt textiel in het dagelijks leven. Dus ik vind het heel leuk dat je. En heel interessant dat je dat kan combineren met technologie, waardoor dingen meer comfortabel of makkelijker of gewoon makkelijker te onderzoeken zijn. Dat, wat is een uitdaging, uh, misschien een vraagstuk, uh, waarvan je denkt, weet je, dat, ah, dat, dat, dat daar, daar zouden we iets, ik heb nog geen idee hoe of wat, maar daar zouden we in de toekomst wat mee moeten of wat mee kunnen, of dat zou tof zijn. Ja, eigenlijk ook heel veel dingen um, voor gehandicapte mensen, zoals hulpmiddelen, die zijn ook zeg maar, vaak heel lomp en lelijk en onhandig. Uh, dus ik denk dat je ook met textiel daar best wel veel mee kan in uh, bijvoorbeeld steundingen en... Dat het veel makkelijker aanpasbaar wordt en mooier. En dat het ook veel persoonlijker wordt. Nice. Ik ben benieuwd wat we nog van jouw hand letterlijk gaan zien. Lotte Lutjes, dankjewel dat je bij ons was. En uh, uh, voor, voor inspirerende verhalen ook hier aan tafel. Over hoe technologie de wereld een stuk beter kan maken op deze manier. Dankjewel. Heel erg bedankt.